De N-VA is gisteren in Baasrode bij Dendermonde begonnen aan een roadshow langs 16 cafés en zalen in heel Vlaanderen. De show heet Café bij Bracke en Vrienden. Daarin praat Kamerlid Siegfried Bracke over de toestand van ons land en hoe de partij die wil veranderen. 300 militanten uit de streek kwamen daarop af. Bracke deed afgelopen weekend heel wat wenkbrauwenfronsen binnen zijn eigen partij N-VA. Hij had in een kranteninterview gezegd dat zijn partij bereid is om zonder staatshervorming tot de volgende federale regering toe te treden. Maar voor die uitspraak werd hij teruggefloten door de partijtop. Gisteren gaf hij samen met Vlaams volksvertegenwoordiger Mathias Diependaele uit Zottegem meer duidelijkheid bij zijn standpunt. Ja, sociaal-economisch hervormen, dus ja, staatshervormen. De twee gaan hand in hand. Dus nee, geen stilstand, geen Dirupo 2.